Zo, goedemorgen. Het is vrijdag de 20e juli. Het is hoog zomer hier in Hilversum. En we zijn te gast bij, ik moet eerst hartelijk bedanken voor hetgene wat u net hebt gedaan voor mij. Ja. Een kleine intermezzo, hè? Operatie. Ja, het is niet alleen een gymleraar, biologie, ja, een klein beetje. Want wat gebeurde er net? We hadden een oordop, maar die zijn van die kleine oordopjes, die gingen in mijn oor en die bleef erin zitten. Die zat dus helemaal in mijn oorschacht, hè, zoiets. Oorgang. Ja, daarvoor... Trommelvlies aan. Tegen het trommelvlies aan, ja. Ik dacht eerst van, nou, we moeten naar het ziekenhuis, maar ik krijg het ding er niet uit. Maar je ziet het, meneer Rob Goris, want daar zijn we dus. Kreeg het allemaal voor elkaar, dus we zijn blij dat het gelukt was. Rob, goedemorgen nogmaals. 37 jaar in het onderwijs, dat is een hele lange tijd. Ja, dat is inderdaad een hele lange tijd, ja. Maar het is toch snel omgegaan, hoor. En ik heb het 37 jaar met plezier gedaan. En vertel eens, want je vertelde net mooi wanneer je precies begon in de jaren 60 en het verschil en dat er geen gymzalen waren vroeger voorradig. Het was wel een verplicht vak, maar je moest er half Hilversum door om les te geven. Dus vertel er eens iets over. 1957 begon het. Nee, niet 57. September 59, na mijn militaire dienst, ben ik hier gestart in een combinatiebetrekking van 6 lagere scholen, een stukje ULO. En een kleuterleidsteropleiding. En het gebouw van de Beatrix was toen vrijwel hagelnieuw. Alleen alles was er behalve een gymlokaal. Dus mijn gymlessen die moesten ondergebracht worden in bestaande lokalen in de buurt. Waarvan de Snellius dus een mooie grote zaal had. Waar ik een groot aantal uren van de lessen kon geven. En verder zaten we op woensdagmiddag in de Nassau-school, de Merelstraat. Ik heb ook nog lesgegeven in de toen bestaande Eloud van Zoeterwoude-school. Was ook een van mijn lagere scholen. Ik heb ook nog lesgegeven in de gymzaal van de huisartsschool aan de Bradelaan. Heel kort, maar daar ben ik ook onderdak geweest. En dat is gaandeweg, is dat... Wat minder verspreid geworden, dat lesgeven. Omdat de Da Costa-school toen werd gebouwd en een mooie gymzaal kreeg. En daar ben ik later dus eigenlijk al mijn gymlessen gaan geven in die zaal. En dat was al een hele verbetering. A, stond die school vrij dichtbij. En het was een hele moderne, goede zaal. Waar je tenminste binnen goed les kon geven, maar voor buitenlessen was er geen enkele accommodatie in die tijd. En nu nog niet voor de Beatrix MAVO. Nee, want er gaat dus een hoop aan veranderen. Dat hadden we het al over in de andere interviews met de oud-leraren. U komt uit Rotterdam, hè? Niet uit Hilversum. Nee, ik kom uit Rotterdam, mijn vrouw ook. En na mijn militaire diensttijd ben ik gaan solliciteren. Er waren op dat moment banen te over. Het was niet moeilijk om aan het werk te komen. Maar we wilden graag ook in een beetje mooie natuuromgeving. En toen is de keuze op Hilversum gevallen. Ja, Hilversum. Je zit hier waar u nu woont vanaf het begin eigenlijk. In deze mooie stukje. Lekker rustig is het hier. Toen de wijk Kerkelanden gebouwd werden, woonden wij 1 jaar in Loosdrecht. En dat beviel ons niet. Het huis beviel ons niet. Dus ik heb hemel en aarde bewogen om hier een huurhuis te kunnen krijgen. En dat is gelukkig toen gelukt. Dus wij wonen hier vanaf de oplevering van deze hof in Hilversum. Vanaf 1968 is dat. Een hele lange tijd, hè? De oud-leerlingen kom ik zo even op terug natuurlijk, want ik heb hier een lijstje. Ik heb op Facebook gevraagd, u weet het, we zitten op Facebook met meer dan 500 oud-leerlingen al. En ik had gezegd dat ik vandaag naar u toe ging en had gevraagd van, hebben jullie een paar leuke vragen aan Rob Goris? Nou, die zijn er ongekend. Ik heb er een hele lijstje bij me, dus daar alleen al ben ik 10 minuten mee bezig, denk ik. U houdt uw hart vast. Nou, het valt me mee hoor, het zijn allemaal leuke dingen. Even kijken, de oud-leraar, heeft u daar nog steeds contact mee?
Ja, met een aantal wel. Sowieso met de verjaardagen dat we elkaar opbellen. En een aantal bezoeken over en weer ook, zoals de heer Roepman en de heer Bezemer. En de heer Van Essen, ook nu nog de heer Sarelsen, die dus niet van de Beatrix was, maar eigenlijk deel van het geheel ging uitmaken toen we fuseerden met Hilvertsheem. Dus een aantal ontmoeten we en een aantal schrijven we of bellen we. Ja. Het is natuurlijk leuk om vrijdag de 13e september nog één keer, want het is denk ik de laatste keer dat we in het pand kunnen zijn, want dan, ja, dan is er een nieuwbouw voor de Beatrix Hilversheim. Dus komt u ook de vrijdag de 13e? Ik ben het vast van plan. Ja hoor, ik heb hem al in mijn agenda geschreven, want ik heb al meer reunies meegemaakt van bepaalde leerjaren. En ik vind het toch altijd heel interessant om te kijken wat er van iedereen terecht is gekomen. Dat is ook altijd leuk. En dan in één keer zie je ze weer staan en denk je, ja, wie was dit ook alweer? Hè? Dat zal moeilijk zijn, maar ze hebben allemaal een naambadge op, dus dat wordt makkelijker voor u. Nou, daar ben ik erg blij mee, want die namen, daar kan ik dan vaak niet opkomen, terwijl ik ze dan wel weet. Maar op het goede moment kan ik ze niet uitspreken. En dat vind ik altijd een beetje sneu, als je tegen een oud-leerling moet zeggen, wie ben jij eigenlijk? Hè? Ja. Leerling toch? Hoe zagen ze u als gymleraar? Want u was niet alleen gymleraar, was natuurlijk ook biologie en scheikunde, maar dat kwam pas later. Hoe keken ze, wat voor soort leraar was Rob Goris? Wat voor soort gymleraar was die? Nou, ik denk dat je dat het beste kunt vragen aan de leerlingen zelf, hoe ze mij zagen. Dat weet ik niet. Ik denk dat ze mij wel toegankelijk vonden. Ze konden veel tegen mij zeggen, in ieder geval. Dus... Als je kwaad werd, dan gebeurde het ook. Dan denken ze, of werd je nooit kwaad? Ik werd wel eens kwaad, maar dat hield ik dan meer voor mezelf dan dat ik dat uitte, denk ik. Volgt u het onderwijs nog van tegenwoordig? Ja. Ja, in die zin dat ik de grote lijnen van het onderwijs met belangstelling nog volg. En vaak daar hoofdschuddend op reageer, dat ik denk van nou, dat hebben we al eerder gehoord en gehad. En dat beviel toen ook niet. En heel veel van die wijzigingen in het onderwijs, ja, die verdwijnen ook snel weer. En middenschool basisvorming en alles. En met de hele toestanden daaromheen. Dat houdt dan weer geen stand. Ja. Maar ik volg het wel, ja. Er veranderde natuurlijk heel veel. We hadden het net over vroeger nog, over de leerlingen vroeger, hoe ze waren. We hebben het over de 60 jaren, kort samengevat, de 60 jaren was. Ja, de 60 jaren waren natuurlijk mijn beginjaren. Ik moest nog veel ervaring opdoen en laten we zeggen handiger worden in het omgaan met leerlingen. Maar ja, ik vond in die tijd en ook in de 70 jaren dat de leerlingen minder open waren dan daarna. Ze waren eerlijker, vond ik. En ze zeiden ook wel meer, maar dat was toch meestal op een heel fatsoenlijke manier. Terwijl ik ze dus in de 60er jaren vaak stiekemer vond. Ik denk dat dat ook ontstond door dat er meer vanuit de school repressie was op die leerlingen. Dus dat ze stiekem moesten zijn uit angst voor straf om het minste geringste. En dat is later toch wel veranderd. De houding van oudere leraren in de 60er jaren was ook erg patriarchaal naar de leerlingen toe, hoor. En veel afstand. En dat is ook allemaal veel soepeler geworden, hè. We hebben ook de tijd gekregen dat je leraren bij de voornaam ging noemen en dergelijke. Nou, dat was in de jaren 60 onbestaanbaar natuurlijk. Niet dat ik daar nou zo'n voorstander van ben, maar het is toch een symbool van het meer open contact tussen leraar en leerling. Ja. Nog even wat over de oud-leerlingen. Ik kom ze nog wel eens tegen in Hilversum, hoor ik dan. Nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar zeker wekelijks. Ja. En dan is het voor mij altijd de vraag van, ja, ik zie een bekend gezicht, maar wat was ook alweer de bijhorende naam? En het gekke is dat ik dat dan soms heb met leerlingen van mijn laatste jaren dat ik werkte. En dan kom ik een leerling tegen die inmiddels ook gepensioneerd is. En dan weet ik dan onmiddellijk de naam van. Dat is, en waarom, dat weet ik dan niet. Maar
Sommige namen zijn er ineens en andere kom ik helemaal niet op. Heeft u ook nog leuke dingen meegemaakt? U zegt van een leuke anekdote van de Beatrix Mavo. Ze zegt van dat was een verhaal, dat vergeet ik van mijn levensdagen niet. Dat is moeilijk om daar zo direct op te komen. Maar ik heb natuurlijk heel veel leuke dingen meegemaakt. Met leerlingen, met collega's, met de scholengemeenschap in zijn geheel natuurlijk. Sportdagen, schoolkampen die we gehad hebben. Maar vooral ook veel tussen de lessen in, hè, in de hal. En niet te vergeten met steun en hulp van conciërge Veldmeijer. Hè, die een heel goed contact met leerlingen had. Maar zo'n bepaalde anekdote, nee, dat kan ik me niet zo voor de geest halen, hoor. Oké, goed. Er zijn er zoveel, dat is altijd wel moeilijk, hè? Het is heel vaak dat je zegt, oh ja, dat nou je het zegt. Ja, daar heb ik zelf ook last van, hoor. Dus, kun je waarschijnlijk meer van de leerlingen verwachten, die anekdotes. Van begin tot eind dan van mij. Maar, we hebben er wel een paar opgeschreven voor u, hoor. Dus dat komt allemaal goed. Even kijken, we kunnen daar gelijk nu mee van start gaan. Want we hebben natuurlijk een hele lijstje hier. Daar ben ik wel even mee bezig. Manon Roel. Kamp. Oh, dan valt het geluid weer uit mijn oren uit. Nou valt hij er echt uit. Ja, nu zit hij erin. Manon Roekamp, zegt het u wat? Ja, de naam wel. Bij mijn weten een blond meisje. Een heel slank meisje. En verder heb ik daar niet een speciale herinnering aan. Ja, ze was sportief. Dat in ieder geval wel. Okay. Ik moet vragen of hij zijn broodtrommeltje nog altijd heeft. Ja, dat hebben we nog wel, want dat was Tupperware en dat is onverslijtbaar plastic. Maar ik heb geen broodtrommeltje meer nodig, nee. Nee, want het is nou tegenwoordig elke middag thuis eten. Brenda Sterk, waarom die altijd die stomme hurksprongen liet doen? Altijd is al bij voorbaat overdreven. En die paar minuten dat dat duurde, dat was ook niet zo erg. Maar het was een onderdeel van het programma. Wat ik voor mezelf dus maakte. En dat is de reden dat zij die hurksprong heeft gedaan. Nou Brenda, dus we gaan kijken op de reunie of je nog steeds die hurksprongen kan. Dus nee, jij niet meer, hè, Rob. Dat gaat niet meer. Ja, je hebt een Achillespeesbreuk. Ja. Ik heb een Achillespees gebroken tijdens een leswisseling. Toen ik met een paar vroege leerlingen wat basketbal schietoefeningen deed. En bij de afzet voor zo'n poging knapte die in tweeën. Dus heb ik de klas terug naar school moeten sturen. En ik ben op één been fietsend naar school gegaan. Mevrouw gebeld naar het ziekenhuis. En 2 uur later lag ik op de operatietafel. En dat kostte me verder een jaar aan gips en aan revalidatie. Ik heb toen nog wel een jaar gymnastiek gegeven, maar ja, die sprongen en dergelijke, dat plotselinge explosieve, dat kon niet. En nou, de leerlingen van toen begrepen dat, want die waren er als het ware bij geweest. Maar voor latere jaren gaat dat als een smoesje klinken. Ja. En dat wilde ik niet, dus toen ben ik gestopt met de gymlessen. Na 30 jaar was dat trouwens, hoor. Dus, we hebben toch nog een anekdote, hè? Zo zie je maar weer. Carla van Paridom. Carla van Paridom, die ken je ook. We kregen seksuele voorlichting van de heer Goris. Ik vergeet nooit zijn rode vlekken in zijn nek. En hij was zichzelf al rood. Haha, hele lieve. Vriendelijke man, zei Carla. Ja, van die rode vlekken, dat heeft ze leuk verzonnen, maar dat is niet waar. Rood haar is wel waar en dat ik een vriendelijke man was, dat is ook waar. Zo, en dan Maria de Vet. De heer Goris heeft mij in de derde klas... Nee, Maria zie ik staan, kijk hier. Leest u maar met me mee, Maria de Vet. Nee, oké. Okay. Maria de Vet zegt ze dus, de heer Goris heeft mij in de derde klas bijles scheikunde gegeven. Ik had het vak in de tweede klas laten vallen, maar moest om naar de HAVO te kunnen naast biologie ook scheikunde in het pakket hebben. Met engelengeduld heeft hij mij bijgespijkerd en dankzij hem heb ik het eindexamen kunnen doen in bio en scheikunde. Ja, dat was Maria de Wit.
Ik heb hier Marja de Vet, dus ik kan er niks van maken. Mirjam Vet hebben we als leerling gehad, maar Marja de Wit heb ik in de, laten we zeggen, in de lunchpauze scheikunde bijles gegeven. Terwijl ik dus uit mijn plastic broodtrommeltje mijn boterham had, heb ik met Marja voor het bord dus die scheikunde gedaan met haar. Dat, ja, heb ik een heel mooi boek van haar ouders gekregen, ja, van Oldmans. Oké, okay. Waarschijnlijk heet ze toen, dit is waarschijnlijk de naam van nu. En vroeger was het natuurlijk, heb je met een meisjesnaam, Marja de Wit. Nou Marja, we gaan het horen. Schrijf het straks maar onder het artikel hoe het precies zit. Jaap van Hemert. Zijn manier van lesgeven was uniek. In de eerste les die ik van hem kreeg, zei hij van: laat je boek de rest van het jaar maar thuis, want we schrijven ons eigen biologisch boek, biologieboek. De laatste 10 minuten werd er precies gedicteerd wat je moest weten van de les. Ja, dat is waar. Ik kom met geen ene bestaande methode dus overweg eigenlijk. Dat vond ik niet logisch ergens. Dus ik had voor mezelf de hele leerstof op een rijtje gezet. Zoals ik dacht dat het voor de leerlingen overzichtelijk bleef. En ik dicteerde dus alles wat thuis als huiswerk gebruikt moest worden. Dat is waar, ja. Ik heb heel wat gedicteerd. Ja, een andere manier toch? Dictaat heb ik nog, ja. Oké, okay, dat was Jaap van Hemert. Hij had nog wat. Het enige vak op school waar ik een 8 voor had, maar niet genoeg om die 3 van de Frans te compenseren. Haha. Het enige vak, waar zal hij het over hebben? Dat zal dan wel biologie zijn geweest, hè? Ja, ja. En ook heeft hij nog even over de seksuele voorlichting. Dat hoofdstuk werd overgeslagen. Oké. Okay. Nee, dat kan niet. Ik weet niet over welke klas hij het heeft dan. Want je kunt dat natuurlijk ook in de onderbouw. Maar ik had meestal de bovenbouw voor biologie. Zeker later. Toen had ik uitsluitend de bovenbouw. Degene die het ook als eindexamenvak kozen. En daar is het natuurlijk nooit overgeslagen. Want je kunt die leerlingen niet met een hiaat opzadelen in hun kennis als ze examen moeten doen. Dus ik weet niet waar dat op slaat. Maar... Oké, okay, Jaap, dat, gaan we dan, dat heb je dan gehoord uit de mond van Rob zelf. Een geweldige kerel, Jan Vonk. Goede herinneringen aan. Nora Landman. Ik heb alleen gymlessen gehad van hem. Altijd gezellig. Hij hield absoluut niet van de meisjes excuus om niet mee te hoeven doen met gym. Hoop hem te zien op de reunie. Nora Koopmans. Ja, 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 dat is een schat van de meid. Nora Koopmans, ja. En die, nou, die sloeg ook geen gymles over, hoor. Als ze niet een been kwijt was, bij wijze van spreken. Oké. Okay. Erik Zijlstra, vraag aan de heer Goris. Kunt u nog steeds een vogelnestje bouwen in de ringen? Nou, dat zou nog wel gaan, gelukkig. Ja. Dat wel, ja. Dat is niet zo moeilijk. Maar dat deden we dus nooit, want het is slecht voor je rug. Nu doet u het met uw 78e jaar, doet u toch geen vogelnestje meer of wel? Het zou moeten wel, ja. Gelukkig wel. Leuk om te horen dan. Ja, ja, ja. Actief. Goed. Mirjam Pijnenburg, ook weer over de seksuele voorlichting geslagen. Voorlichting overgeslagen, niet in ons jaar, zal het nooit vergeten. Ook ja, ik weet niet precies waar dat nou over gaat. Want... Nee, ja, mij ook niet. Dus, nee, dat kan dus ook niet. Mirjam Pijnenburg, de volgende. Marie van Hulzeggen, rookt hij nog pijp? Hij zat in de klas uitgebreid zijn pijp te stoppen en op te paffen. Heel ritueel. Nou, dat meisje vergist zich met een andere leraar, want ik heb van mijn leven niet gerookt. En leuk is dat, hè? Dat toch? Dat het allemaal kon toen nog. Ha, ha, ha. Nou, Marie, dat is dus niet Rob Goris geweest. Goris rookte toch geen pijp, zegt Nancy Barton. Ken je die? Nancy Barton zei ook, hier zegt ze dus, die rookte toch een pijp? Kan me niet herinneren. Wel die andere leraar, bent zijn naam kwijt. Dan zat je in de klas voor en dan stikte je bijna. Ja, dat bestond toen nog. En dat was ook nog in de tijd dat de leerlingen ook buiten op straat niet mochten roken. Als een leraar dus een leerling ergens zag lopen op een straat, niet eens op een schoolplein, dan de volgende dag werd hij op het matje geroepen bij de schoolleiding, omdat hij gerookt had in zijn vrije tijd. Ja. Ja. Nou, hier gaan we weer even verder, want Jenneke
Berghout, ken je die? Ja, Jenneke, ja. Klinkt al, was dat niet de heer Bouwmeester of de heer De Vries? Ik weet zeker dat die pijp rookte. Zal Gimlis een nood vergeten. Vooral die toestellen, de bok, de kast, vreselijk vond ik dat. Spel en sport vond ik leuk. Daardoor toch altijd een voldoende voor Gim. Jenneke, dus Berghout, jou ook wel bekend, hè? Ja. En wat hebben we nog meer? Oh ja, vraag even. Jenneke vraagt ook nog even. Vraag, fiets meneer Goris nog steeds zoveel? Ik heb hem nooit met de auto zien gaan. Heeft hij wel een rijbewijs? Ik heb een rijbewijs en ik rij wel auto, maar het liefst niet in Hilversum. Hilversum is zo klein dat ik dat graag op de fiets doe, die ik ook overal kwijt kan. En met een auto is dat een hele opgave en duur. Ja, niet alleen, en nu blijft het toch veel hè? Gezonder, ja, daar gaat het toch om. Hè? Nou, dus dan weet je dat. Astrid van Rooyen, zeg je dat wat? Ja, alle namen die komen tot nog toe bekend voor. Maar nee, ik heb hier niet direct een beeld bij deze naam. Ik wist nu dat hij ook Oetmon deed. Oetmon, weet wat ik bedoel? Ja, weer praatjes. Ja, dat is vanaf mijn 16 jaar een hobby geweest. Het weer waarnemen. En ik hou regenmeterstanden bij. Ik heb nog in mijn nalatenschap zeker 40 jaar notities van de gevallen hoeveelheden regen per decennia. En per 10 dagen termijn per maand. Zwart op wit staan. Volgt doet het nu nog steeds? Ja, ik ben nog steeds een weerfanaat. Nou, dan hebben we nu even tijd voor het weerbericht van dit weekend. Hier is Rob Goris. Het wordt weer warmer en minder prettig warm, want de invloed van de Noordzee gaat wegvallen omdat de wind naar de oosthoek draait. Dus gaat het benauwder warm worden in de loop van de week. En gaan steeds meer mensen klagen dat het wel weer wat minder kan. Nou, dankjewel Rob. Ik ga zo bij onze weerdienst. Rob Kreuning zegt, doe hem in ieder geval de groeten van mij. Robert Kreuning. Die ken ik heel goed, ja. Die is later op school gekomen. Maar die heb ik dus ook voor biologie gehad. En daar was die goed. En in de gymzaal, dat was zijn vak niet. Nee. Maar hij deed wel dapper mee. Maar een hele aardige kerel. En ja... Dat is dus Robert Kreuning. Nou, dat waren in ieder geval wat de vragen die ik voor je had. Er staan nog wel wat op, maar dan wordt het zo lang en we hebben al aardig wat gehad. Rob, het is mooi weer, dus moeten we gauw naar buiten, denk ik. We springen zo weer op de fiets. Ik wil in ieder geval heel hartelijk bedanken voor... Oh nee, nog eventjes de microfoon voor jou. Wat wil je nog even tegen de oud-leerlingen zeggen? Want het is jouw tijd nu. Zeg even wat en spreek tegen de oud-leraren en leerlingen nog even. Voor vrijdag de 13e. En hier is de microfoon. Ik spreek dus tegen alle oud-leerlingen nu tegelijk. Nou, dan ben ik allereerst blij dat ze aanwezig zijn. En in de tweede plaats hoop ik dat ze een goede gezondheid houden. En dat ze daar zelf ook nog de nodige oefeningen voor doen. Die ze uit de treuren bij mij aan het begin van de les kregen. Als warming up. Nou, dankjewel voor de gastvrijheid. En, ik kijk nog even, misschien de camera nog naar boven, dat gaat niet. Maar er hangt een prachtige, mooie roofvogel boven zijn hoofd. Die, dat is een buizerd, dus een prachtbeest. Ik dank je voor de gastvrijheid en graag tot de vrijdag de 13e september op de reunie. Dit was de schoolreunie en nogmaals dank voor mijn oor, want hij doet het weer. Rob Goris.